Bij de gymclub in Hogeloon gaat het er al jaren fanatiek en zeer sportief aan toe. Juist vandaag is Harry Nauwes 40 jaar trainer van dit geheel. En we gaan, om Wouter even te plezieren, gaan we even 20 keer liggen. Elke week op donderdagavond geeft Harry training aan een damesgroep en aan een gemengde groep dames en heren. Als warming-up wordt stevast begonnen met grondoefeningen. Na twee keer omgekeerde strekhang. Benen de lucht in, tenen naar het plafond, knijpen met de billen. Hoewel niet bij iedereen geliefd, horen ringen, wandrek of springkast tot de wekelijks terugkerende oefeningen. Bijna had, mag even met de touw. De sporthal in Hogeloon biedt hiervoor ruime mogelijkheden. Ad Meijs, zelf ook al 40 jaar bij deze gymclub, van harte gefeliciteerd. Kunt u ons vertellen wat Harry Nauwes heeft toegevoegd aan de gymclub? Nou, ik herinner me nog, bij zijn aanstelling was Harry al heel enthousiast. En dat enthousiasme deed hij eigenlijk al die 40 jaar helemaal volgehouden. En daarom zijn wij zo content over hem. Bij het basketbal, zoals we hier zien, worden de spelregels niet zo nauwkeurig nageleefd, maar er wordt wel fanatiek gespeeld. Harry, 40 jaar trainer van deze gymclub in Hogeloon, van harte gefeliciteerd. Wat heeft jou al die jaren bewogen om deze groepen les te geven? Ja, wat heeft me bewogen? Ik ben 40 jaar geleden per ongeluk erin gerold. Ik gaf alle gymlessen hier als stagiair op de basisschool. Toen dachten ze dat ik gymleraar was. Ben ik helemaal niet. Gewoon mister. En toen ben ik eraan begonnen met een beetje schroom. Ik had zoiets van, we zullen van maart tot eind mei kijken hoe het is. Als het hun bevalt, als het mij bevalt, gaan we door. Ja, het bevalt nog steeds. En we hebben de afspraak met de groep gemaakt. Jullie blijven, blijf ik ook. We zijn samen gewoon een sociaal clubje geworden. En hey, ik vind het leuk om te zien, hier als oud lid, dat jij me nou interviewt. Ja, dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Anja Waterschoot, ook Hi. Al 37 jaar bij de gymclub. Wat kun je vertellen over de trainingen van Harry? Ja, altijd anders. Is de groep groot of is je klein? Ja, trainingen van Harry zijn altijd fijn. Hij past zijn eigen aan. Grote groep, bal spelen, kleine groep, kun je lekker badmintonnen. En natuurlijk zijn er dingen die regelmatig terugkomen, zoals het inlopen, wat belangrijk is. En de matten, en dat vinden wij wel fijn, buikspieroefeningen, daar. Voor de meesten is volleybal het favoriete spel. Dit wordt dan ook altijd gespeeld. Vandaag is het dus een speciale training. Je bent er altijd. Je bent er altijd. Voorzitter Anja Waterschoot memoreert een aantal gebeurtenissen van de afgelopen 40 jaar. Er zijn bloemen voor zijn vrouw Ricky en een cadeaubon voor Harry. Ja, goed dat je hier aan mee begon. Nog wel voor jou. Ja, dankjewel. Ricky, ja. Oh, heerlijk. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ik feliciteer jou.